Horst en ik ben het hoofd van de Almeloze wijkcentra die Acres in Almelo beheert. Ja, we hadden vandaag een bijzondere dag, want 1 Inver bestaat 10 jaar in de wijk Kerkland in Aalderikshoek, samen de Wierdershoek. En 10 jaar geleden in september is dat geopend en dat is nu 10 jaar geleden. Ja. Nou, de strubbelingen van toentertijd hadden vooral te maken dat alle verschillende gebruikers die in 1 Inver terecht zijn gekomen, hadden allemaal hun eigen gebouw. Maar die gebouwen waren eigenlijk afgeschreven. Dus er moest wat nieuws voorkomen. En toen heeft de gemeente besloten om 1 groot gebouw te maken. Wat een soort brugfunctie moest gaan krijgen tussen de twee wijken Kerklanden in de Aalderikshoek. En ja, we zijn nu 10 jaar verder. En nou ja, of dat het helemaal de brugfunctie heeft gekregen, dat weet ik niet. Maar er zijn wel heel veel partijen die in de wijk werkzaam zijn. Die zijn hier samengekomen. Er zitten 3 wijkcentra in. Of 3 scholen zitten erin. En nog een 4e school, het Palet. Peuterspeelzaal, een GGD, de wijkcentra zijn hier samengekomen. Scoop zit hier met kinderwerk, tienerwerk, jonge moederwerk, sociaal-cultureel werk. Dus heel veel verschillende partijen zitten hier in het gebouw die zoveel mogelijk met elkaar samenwerken. Ja. Want de activiteiten die hier nou zijn, die zullen hier de komende 10 jaar ook wel zijn, daar ben ik van overtuigd. Want we moeten met elkaar deze wijk maken en we maken met elkaar deze wijk. Mensen hier uit de wijk hebben al de ideeën bedacht om in die app te stoppen. En die zijn daar een half jaar mee bezig geweest. Dus voor hun een heel groot applaus. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. En vandaag hadden we een wijkmarkt, waar alle verschillende partijen die hier in het gebouw zijn, zich konden presenteren. De modelbouwclub bijvoorbeeld heeft een groot zwembad neergezet waar ze met modelbouwbootjes rond gingen varen. De GGD was er met een steentje. De schildersclub had een presentatie van schilderijen. We hadden een zanger uit de wijk. Voor kinderen was er een melkkoe en een springkussen en schminken en van alles nog wat. Eigenlijk te veel. En ik denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang.